bij Onder Ons van donderdag 13 november. We hebben het vandaag over de veranderingen in de zorg. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de zorg aan ouderen en langdurig zieken. Leni Scholten, wethouder voor GroenLinks in Eindhoven. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Ja, zeker. Er komt 150 miljoen extra naar de gemeente toe, zeg maar. Heel veel duizenden Eindhovenaren waar we het nou voor moeten gaan regelen. En nieuwe zorgaanbieders die we nog niet kennen. Ja. Het gaat ergens over, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Frans Lange van KBO Brabant, een oudere bond met 130.000 leden. Ja. Grote achterban in Brabant. Komt het goed? Nou, ik ben niet zo optimistisch daarover. Als ik nu al zie wat er allemaal gebeurt, dan mag je daar toch wel zorgen over maken of dat wel in goede banen geleid wordt. Bernd Roks, wethouder van Heelvarenbeek. Ik heb u de afgelopen weken een aantal keren horen zeggen, het komt goed. Sterker nog, het wordt beter. Dat geloof ik inderdaad, dat het beter en goed komt. En waarom komt het goed? Nou ja, we hebben een aantal belangrijke KBO's in onze gemeente zitten en ook een aantal dorpscoöperaties die met ons de uitdaging oppakken. Dus we zijn niet alleen, zeg maar, in het aangaan van die uitdagingen. En als we het samen doen, zowel corporaties, KBO's als gemeente, komt dat goed. De afgelopen 4 weken zag je bij Onder Ons een serie over de veranderingen in de zorg. Ik had het erover. Die serie speelde zich af in Diessen, een redelijk klein dorp in de gemeente Heelvarenbeek. Een paar hoofdrolspelers uit die serie die zijn vandaag hier in het publiek. Karin Walen bijvoorbeeld. Dag Karin. Hallo. Wijkverpleegster in Diessen met name, hè? Ja. Jij komt bij al die mensen over de vloer die zorg nodig hebben. Zit de schrik erin bij die mensen? Ja, zeker. Met name ook, mag ik dezelfde zorg blijven houden? Kun je me daar duidelijkheid over geven? Hoe gaat het volgend jaar? Moet ik echt de kinderen, de buren, moeten die echt alles voor mij gaan doen? Ja. Naast jou zit Jacques Linnemans, voorzitter van de dorpscoöperatie Wij Wel. Jacques, gaan jullie in Diessen, zitten jullie? Ja. Gaan jullie in Diessen meer voor elkaar zorgen vanaf volgend jaar? Dat is wel het uitgangspunt. En dat is de enigste manier om het te kunnen laten slagen. Dat we de handen ineen slaan, dat we de talenten verzamelen. En zo proberen alle problemen die op ons afkomen heel goed te tackelen en op te lossen. Kijk, voor die serie over de zorg kwamen we ook bij een aantal mensen over de vloer die op de een of andere manier zorg nodig hebben. Een hecht stel, Ad en Sia Donkers uit Baarschot. Nog steeds, ondanks de ziekte van Parkinson, die de gezondheid van Ad al 16 jaar teistert. Daardoor kan hij niet meer aan zijn tractoren sleutelen. Laat maar liggen, Ad. Ad en Sia zijn bezorgd over de veranderingen in de zorg. Net als mijn kinderen hebben ook de oudste heeft 3 van die pubers. En die heeft een baan op de school. En die brengt altijd nog werk mee naar huis. Hoe kunnen die hier nog? Die komen heus wel een keer als ze kunnen, maar niet dat ze zo elke keer maar meteen hier kunnen staan als er iets is. Dat kan echt niet. Ja, zie je Sia Donkers en dan zit ze ineens ook hier bij ons op de tribune. Dag Sia. Ja. Hoe is het met Ad? Nog verandering? Nou, zeker niet beter. En de ene dag is het wel beter als de andere. Maar het is ook niet de dag, hè. Het is ook de nacht. Het is 24 uur elke keer, dus het vraagt toch heel wat zorg en dan kun je nooit alleen. Dus ik hoop wel versterking te krijgen bij al die zorg. En wat denk je dan aan bijvoorbeeld? Wat zou je nodig hebben dan? Ja, van wijkverpleging is dus de eerste vereiste, denk ik. En dan ook de zorgboerderij, daar ben ik heel blij mee. Want anders had ik vandaag hier ook niet gezeten. Want dan kun je gewoon niet weg. En ja, ook van buren. We hebben hele goede buren, daar ben ik ook heel blij mee. Die ook iets kunnen doen wat je als je zelf niet meer kunt. Je hebt in die serie ook verteld dat je uit het persoonsgebonden budget van Ad een vergoeding krijgt voor de zorg die jij levert aan Ad. Hè? Ja. Is die belangrijk voor jou, die vergoeding? Ja, het is niet het allerbelangrijkste, maar het is wel heel fijn dat je ook een extra centje hebt. Dan heb je toch ook een klein beetje voldoening daar ook weer bij. En, want het is niet makkelijk hoor. Om een man die dement is de hele dag te steunen en te helpen. En het is echt heel moeilijk. Ja, zwaar voor jouzelf. Ja, het is heel zwaar, ja. Nou, vandaag heb je een uitje. Vooral de dagen dat het slecht is, dan is het echt. Dan kun je geen dagen uit elkaar. Dat hou je gewoon niet vol. Ja. Bernd Roks, de wethouder die erover gaat in Heelvarenbeek. Dat PGB, dat willen jullie niet meer op deze manier, hè, zoals dat bij SIA gebeurt.
We willen nog steeds een PGB. Dat hebben we ook in onze verordening opgenomen dat het nog steeds mogelijk blijft. Maar aan de andere kant is het natuurlijk een uitdaging voor de gemeente om steeds meer voorzieningen om te brengen in de algemene voorzieningen. Nou, wat we ook hebben gedaan is nieuwe projecten opgestart, nieuwe innovatieve zaken uitgedacht. Zoals een bikse kamers om mensen met dementie inderdaad op te nemen en daarmee het thuisfront te ontlasten. Maar krijgt zij nog haar PGB straks? Nou, wat de uitdaging wordt om eerst zoveel mogelijk de algemene voorzieningen te regelen. Vervolgens hebben we maatwerkvoorzieningen. En een van die maatwerkvoorzieningen zou een PGB kunnen zijn. Maar de uitdaging is wel voor de gemeente om zoveel mogelijk een pakket aan te bieden wat zoveel mogelijk in die algemene voorzieningen blijft. Ik hoor hierin liever niet. Liever niet meer op deze manier. Ik vind het als een missie zeg maar, om te zorgen dat we dat meer richting de algemene voorzieningen doen. En waarom? Ik vind dat wij moeten aansluiten bij de wensen van de samenleving. En dat moet in het algemene voorzieningenpakket worden gedaan. En wat niet kan, dat wordt nog buiten het PGB alsnog gedaan. Leni Scholten, hoe zit dat in Eindhoven? Hoe zouden jullie hiermee omgaan? Nou, het is best wel een ingewikkeld vraagstuk. In Eindhoven hebben we in ieder geval gezegd, mantelzorgers kunnen uit PGB betaald worden. Maar er zijn natuurlijk ook grenzen aan. Want het is niet de bedoeling dat we nou iedere mantelzorger, dat we die gaan betalen. En waar ligt die grens dan? Ja, dat is ingewikkeld. Want kijk, je hebt mantelzorgers, die zeggen een deel van hun baan op bijvoorbeeld, omdat ze voor hun naasten willen zorgen. Nou, dan denk ik, is het legitiem om daar ter compensatie, zeg maar. Maar een mantelzorger die nu al 4 dagen in de week mantelzorg verleent, dan kiezen wij meer de insteek van het voorbeeld wat mevrouw ook geeft van ik zou eigenlijk wel een dag niet willen zorgen. Kan ik dan niet een professionele zorg krijgen? Nou, dus dan, ja, we noemen dat respijtzorg. Dus voorkom nou dat mantelzorgers overbelast raken, dat zij ook voldoende vrije tijd houden. En regel daar dan zorgvoorzieningen voor in. Frans Lange, wat vindt u ervan als u dit voorbeeld hoort? Ja, ik zou denken, je moet juist die PGB juist overeind houden. Zodat ook degene die het aangaat zelf kan kiezen welke voorzieningen hij wil realiseren. Kijk, je kunt zeggen, ja, dan kan hij van andere organisaties gebruik maken. Maar ik vind dus dat de ouderen zelf moet kunnen kiezen als die ontlast wil worden. Welke voorziening je dan zou willen betalen. En daar is dat PGB voor. Ja, daar zit toch iets in? Ja, nee, ik ben het er ook wel mee eens. Maar kijk, er zit ook een risico in. We hebben de parallel trek ik soms toch met de kinderopvang. Er kwam gastouderschap, dat werd betaald. Maar je had ook heel veel opa's en oma's, die pasten ook op hun kinderen. Die zeiden dan, nou, als het dan toch betaald kan worden, willen wij, die werden dan gastouder. Nou, dat is niet de bedoeling van zo'n regeling. Daar ben ik het ook volstrekt mee eens. Dat was misbruik van de regeling. Nee, het is geen misbruik, maar daar was het niet voor bedoeld. En zo bedoel ik van, je gaat per geval bekijken, want mantelzorgers doen het niet voor het geld. Dus het is ook helemaal niet nodig om het altijd te betalen. Maar daar waar het nodig is, of daar waar, er kunnen redenen zijn waarom je het wel doet. En in Eindhoven is die mogelijkheid. Ja. Maar Bernard Roks, Sia, die zorgt er in haar eentje voor, eigenlijk, dat Ad nog thuis kan wonen. Ja. Dat mag de samenleving toch ook iets waard zijn, of niet? Is de samenleving ook iets waard? Het is onze plicht om te zorgen inderdaad dat Ad goede zorg ook krijgt. En daarom is het goed dat we straks de gesprekken aangaan van wat Ad nodig heeft en wat zij nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. En nu hebben we daar een soort vanzelfsprekendheid vanuit het verleden in overgenomen. En we gaan straks wel de gesprekken aan en kijken van nou, wat kunnen we als gemeente nou het meest effectief bieden. Maar dit levert precies die onzekerheid op, hè? Die gesprekken die u wil aangaan. Ja. Ja. Maar die gesprekken worden op dit moment ook allemaal ingepland. We hebben inderdaad als gaat een tal van trajecten, maar we hebben al die mensen gaan bespreken. Daar gaan we het gesprek mee aan hoe we dat in de toekomst gaan doen. Bij hulp in het huishouden hebben we een overgangsregeling tot en met 1 mei. En de rest van de voorzieningen zeggen we ook gewoon van, dat loopt ook gewoon door die oude indicatiestelling. Noemen we ook gewoon een zachte landing om mensen ook de tijd te geven om mee te groeien naar die nieuwe ontwikkeling. Zachte landing, maar wel een landing. En logisch dat mensen zich daar zorgen over maken. Veel onrust onder ouderen ook over huishoudelijke hulp. Gemeenten gaan de hulp die ouderen nu krijgen bij het zemen van de ramen, stofzuigen, opnieuw tegen het licht houden. Er komen ook van die gesprekken voor. En dat kan consequenties hebben, bijvoorbeeld voor de familie Thomassen. Jan Thomassen uit Haghorst sukkelt al een tijdje met suikerziekte. Ik vind het eigenlijk best een beetje eng dat hij nou niet meer, dat hij gewoon omvalt en niks, geen stevigheid in zijn benen, knieën heeft. Zijn vrouw Annie heeft het er maar druk mee. Ze krijgt huishoudelijke hulp en daarover kwam iemand van de gemeente met haar praten. Dat gaat een beetje moeizaam en ik vind het niet prettig. Ik moet steeds mijn eigen verdedigen. En steeds zeggen dat ik het zelf niet kan, dat ik zelf ook wel een paar ziekte dingetjes heb. En ik vind de gesprek vind ik onprettig. Uit de serie was dat een fragment. Annie zit ook hier op de tribune. Annie, hoe is het thuis op het moment? Ja, op het moment is het wel rustig, zeg maar. Maar wel veel hulp nodig. Hij kan nog niet alleen staan of alleen uit bed.
Dus ik moet er wel veel helpen, maar nu zijn er geen zeg maar koorts en longontstekingen en zo. En wie is er bij Jan nu? De fysio kwam en mijn zoon die kwam vijf uur thuis van het werk. En de buurvrouw zou een keer binnenlopen. Dus zo is het vandaag opgelost. En hoe zit het nu met de huishoudelijke hulp? We hebben niks meer gehoord van de gemeente. We hebben het tot 14 januari. Maar ik heb op die uitzending heb ik helemaal geen reactie gehad. Dus straks vraag ik het gewoon opnieuw aan. Dus ik hoop natuurlijk, want daar heb ik echt heel veel profijt van. Misschien kunnen we hier iets regelen, want de wethouder zit aan tafel. Ja, als dat zou kunnen. Wat de wethouder wel kan doen is duidelijkheid verschaffen hoe het werkt. Wij gaan voor 17 november gaan we daar alles in regelen en opnemen. Dus wij hebben ook voor onszelf een tijdslimiet opgenomen voor wanneer wij dingen willen doen. Maar allereerst even, als u hoort dat was geen prettig gesprek, trekt u zich dat aan? Ja, uiteraard. Wij zijn als ambtelijke organisatie ook lerende in die zin dat wij inderdaad met onze mensen ook moeten wennen aan een nieuwe situatie. Het is ook voor onze organisatie een hele grote overgang. Heeft die betreffende ambtenaar het niet goed gedaan? Nou, ik ga niet over personen en over mensen van de gemeente praten. Dat vind ik niet netjes. Maar wat ik wel wil zeggen is dat wij inderdaad ook druk bezig zijn om mensen te trainen. Om te zorgen hoe ga je die gesprekstechnieken aan? Wat is er nou nodig? Hoe komt dat over? En wat ik belangrijk vind om te melden, doen het niet alleen. Wat hier toch uit blijkt is dat de mensen misschien nog niet helemaal klaar zijn voor dit soort gesprekken dan. Maar goed, aan de andere kant moet je de gesprekken wel gaan houden. En dat doen we ook. We hebben mensen ook niet voor niets gecoacht en getraind. Daar hebben we heel veel tijd en energie in gestoken. En dat dan soms het ene gesprek iets makkelijker gaat dan het andere. Ja, dat is ook natuurlijk iets wat je in de praktijk mee moet nemen. Want je zit als klant heel snel in de verdediging natuurlijk. Ja, hè? Ja dat zit ik nu ook natuurlijk om te vertellen hoe het beleid van de gemeente heel waar en beter is. Je weet hoe het voelt nu. Ja, maar soms lopen dingen nou gewoon zo. En dan moet je zeggen, luister eens, dit is misschien goed of minder goed gegaan. Laat het gesprek nou eens daarover aangaan. En laten we eens kijken wat we daarin kunnen verbeteren. En ik vind het ook belangrijk om te melden, zeg maar, dat we als gemeente heel waar en beter natuurlijk niet alleen mee bezig zijn. Nou, ik wil ook de dorpscoöperatie bij wel daarin complimenteren. Als je ziet hoe mensen ook daar van daaruit zeg maar, proberen om de ondersteuning te bieden. Dus we zullen met alle onderdelen van onze samenleving zullen proberen om deze problemen zo goed mogelijk vorm te gaan geven. Ja, u zegt steeds, we moeten gesprekken gaan voeren. Ook. Maar dat doen we dus al, hè? Met Annie Thomassen. Ja. Praten. En wat we ook gaan doen, zeg maar, kijk, dit zijn individuele gesprekken van mensen die met wie wij zeggen een zorgrelatie hebben of krijgen. Wat we ook doen, we gaan de komende maand gaan we alle dorpen en kernen langs om met een soort rondrijdende carousel alle dorpen voor te lichten over wat er gaat gebeuren en wat de implicaties zijn. Waar alle mensen in de dorpen kunnen vragen van nou, wat gaat er nou gebeuren, wat zijn de zorgen, dat we dat ook goed kunnen uitleggen. Want wat ik echt merk is communicatie is hier een belangrijk element in. Frans Lange, het is bijna een berucht woord aan het worden. De keukentafelgesprekken, die voert de gemeente dan bijvoorbeeld met een ouderen van heb jij eigenlijk nog wel huishoudelijke hulp nodig? Ja. Krijgen jullie daar veel klachten over als KBO? Ja, en dit vind ik nou een typisch voorbeeld wat niet goed is. Als mensen al het gevoel krijgen dat ze in de defensie moeten gaan. Terwijl die keukentafelgesprekken bedoeld zijn om te achterhalen of die ouderen hulp nodig heeft. Maar als je van begin af aan al begint te zeggen van, maar dan zou je het beter zus en zo kunnen doen. Hè? En dat begreep ik een beetje uit dat filmpje, dat aan de orde was. Kunnen de kinderen niet iets doen? Kunnen de buren niet iets doen? Kun je huis niet anders inrichten? Gooi eens wat uit dat huis, hè, want dan heb je meer ruimte. Dan denk ik van, dat is niet goed dat iemand zo het gesprek voert. Ik zou ook eigenlijk willen zeggen, de gemeente heeft ook de plicht om te zorgen dat degene waarmee ze het gesprek voeren, dat die ondersteuning krijgt. Dus dat hij daar niet alleen in dat gesprek zit. Wij leiden dus cliëntondersteuners op. En ik vind dat de gemeente, dat staat ook in de wet, onafhankelijke cliëntondersteuners moeten zorgen dat die krijgen. Die moeten ze niet zelf aanbieden. Er zijn ook gemeentes die dat zelf aanbieden en regelen dat die er komen. Dat vind ik niet juist. Het moeten onafhankelijke mensen zijn die aan de kant van degene staat die... Waarmee dat gesprek gevoerd wordt. Wij zijn daar in ieder geval mee bezig. Ook naar de gemeentes toe. Even naar Leni Scholten toe. Is dat een goed idee? Dat je dus die ouderen ondersteunt bij zo'n gesprek? Zeker, zeker. En wij vragen ook in toenemende mate of bijvoorbeeld de mantelzorger erbij kan zijn. Of een van de kinderen. Ja, want de mensen voelen zich ook heel vaak, ze zijn afhankelijk van die zorg. Hoe vrij kun je praten, zeg maar? Voelen zich daar kwetsbaar? Nee, dat is een heel... Een goede suggestie, maar wij doen het dus ook zoveel mogelijk vanuit het eigen netwerk al. Want zo'n gesprek is bijna niet goed te voeren. Hè? Dat gaat snel mis. Kijk, het ligt heel erg eraan. Voel je het gesprek met de vraag, is het wel echt nodig? Hè? Dan heb je al zo'n defensieve houding. Maar zo komt de gemeente toch? Of voel je het gesprek om inzicht te krijgen, hoe is de situatie hier nou?
Maar dan vraag je, kunnen de kinderen niet iets doen? Kunnen de buren niet iets doen? Ja, maar je kunt ook vragen, heeft u contact met uw buren? Hoe is de relatie met de buren? Uw kinderen, wonen die dichtbij of verder af? Maar dan weet zo'n ouder al, die ziet het blijkbaar al drijven. Ja, maar dan, hè? Kijk toch ook even de andere kant. Hè. Op de huishoudelijke hulp hebben de gemeentes 40% korting gekregen. Dat is een onmogelijke opgave bijna. Dus wij kunnen niet anders dan kijken, is het ook echt nodig? En het is heel erg de vraag, hoe vlieg je die aan? Of mensen zich daardoor bedreigd voelen. Maar het kan wel, zeg. Ja, je wilt dat het ook terechtkomt bij de mensen waar het echt nodig is. Dat wil je nou net dat het daar terechtkomt. Maar daarvoor moet je wel die vraag kunnen stellen. En het komt dus heel erg erop aan, op welk moment en bij wie en hoe stel je die vraag. En kijk ook naar de positieve kanten van het verhaal. Want de hele tijd wordt in de media natuurlijk een bepaald beeld geschetst. Ja, maar dat komt straks nog. De positieve kant, ja, maar dat komt straks nog. Dat komt straks nog. Echt waar, geloof ik maar. We gaan nu nog even, want Sia Donkers had het net over die zorgboerderij. Jouw man Ad is daar vandaag. Hè? Ja. Wat hebben jullie daaraan, aan zo'n zorgboerderij? Daar ben ik heel blij mee, want dan kun je ook een dagje boodschappen doen en je kan eens iets anders doen waar je anders niet aan toe komt. En je kunt even je zinnen verzetten. Je hebt het niet zo zwaar. Het is een heel verlichting. En voor hem is het ook leuk? Voor hem is het ook leuk, want ze zijn daar met meer om voor hem te zorgen en ze doen samen gemakkelijke dingen die voor hem en voor de rest ook aanspreken en die ze ook kunnen. Ja, of Ad Donkers ook volgend jaar nog naar die zorgboerderij kan, dat hangt ook weer van de gemeente af. Maar veel is nog onduidelijk. Dit is zorgboerderij Wildonshof in Oosterbeers. Hier gaan dementerende ouderen naartoe om er een dagje uit te zijn en om het thuisfront te ontlasten. Vanaf 1 januari gaan de gemeenten dit betalen, maar veel is nog onduidelijk. Op zich weten we het al jaren dat er dit aankomt, maar nu is het zo dichtbij, 1 januari 2015, en we weten nog niks. Ja, Bernd Roks, ja, toch nog even dan een beetje kritisch, hè? Straks gaan we positief ernaar kijken. Je mag kritisch zijn, want daar zitten we ook voor. Ja, maar die mensen bij die boerderij die weten nog van niks. Hoe kan dat nou? Nou, dat is in heel Varenbeek, kan ik heel makkelijk uitleggen, want dat is dus niet waar. We hebben inderdaad gezorgd dat voor 1 november de zaken geregeld zijn die we moesten regelen. Oosterbeers ligt niet in heel Varenbeek. Nee, dus wat hebben we gedaan? Samen met de gemeente Schoorlen, Oosterwijk en Dongen hebben wij 8 resultaatgebieden benoemd en gezegd van dat willen we gaan bereiken. Daar hebben we ook een aanbesteding op gedaan. Daar hebben alle partijen zich in kunnen schrijven, ook de partijen in heel Varenbeek en daarbuiten. En we hebben samen met 4 gemeentes denk ik een unieke pilot opgezet om te zorgen dat we zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen geven, maar ook anders gaan werken. Maar die duidelijkheid is er dus wel? Die is er dus wel. Ja, ja. En hoe zit dat in Eindhoven? Want ook Eindhoven gaat straks over de dagbesteding, hè, van dit soort mensen. Ja. Ja. Hoe hebben jullie dat geregeld? Nou, 2 dingen. Toevallig heb ik gisteren net contracten getekend met de zorgaanbieders. Dus die hebben nou die duidelijkheid, zeg maar. Daar zitten ook die zorgboerderijen bij? Ja, dagbesteding, ja, er zitten ook dat soort voorzieningen bij. En tegelijkertijd hebben we in Eindhoven gezegd, mensen die volgend een indicatie hebben, die ook nog volgend jaar doorloopt, houden het recht op die indicatie bij dezelfde zorgaanbieder. Maar gaan jullie ook beknibbelen op dit soort voorzieningen? Want jullie moeten bezuinigen als gemeente. Ja, nou wat we beknibbeld hebben is dat we tegen die aanbieders gezegd hebben, u moet het wel goedkoper gaan doen. Dus we hebben een korting toegepast op het tarief, maar dan hoeven de mensen niks van te merken als men in staat is om dat via bureaucratie, efficiëntie, om dat op te lossen. Maar u zegt gewoon, je mag het doen, maar dan moet je het goedkoper doen. Ja, kijk, ook hier hebben wij een korting van 25%. Hè. Eindhoven legt er komend jaar 6 miljoen zelf bij. Zodat we nog niet meteen zo'n hele zware korting hebben hoeven in te voeren. Maar we moesten wel korten. Ja, het moet ergens, moet die bezuiniging opgevangen worden, zeg maar. Ja, het moet uit de lengte of de breedte, meneer Slange. Hè. Dat moet toch bezuinigd worden. Uiteindelijk is het ook een bezuiniging. Ja, dat is helder. Het kan niet zo zijn dat dezelfde zorg aangeboden kan worden tegen zo'n laag tarief. Ik heb lang een organisatie rondgelopen om te weten wat je eruit kunt knijpen aan inefficiënte zaken of wat dan ook. Dus u zegt eigenlijk maar zo'n hoog percentage, dat weet u zeker. Wat is het percentage dan? Nou, de helft, dus 12%. Ja. Kijk, en ik denk dat vind ik dus hoog, zeer hoog. En u denkt en dat ten koste gaat van de ouderen die daar zijn? Dat gaat ten koste van de ouderen. En we hebben dat ook al kunnen zien op tv. Daar waar dat plaatsvindt, wat de effecten daarvan zijn. Zelfs bij de moeder van onze staatssecretaris. Je houdt dat systeem niet overeind als je zo zwaar kort. Ja.
Ik zou er best wel graag op willen reageren, want er zijn ook landelijke rapporten die aangeven dat in sommige onderdelen van de zorg, hè, ik heb het niet over huishoudelijke zorg, want daar is de afgelopen jaren al heel veel lucht uitgehaald, maar er zijn vormen van zorg waarop bureaucratie, management, rapportage, dat soort dingen, dan kan het wel met wat minder. En ja, daar hoop ik op. Ook door betere samenwerking, door meer met de informele zorg samen te doen. Hè. Je hebt ook een huiskamer, is een andere vorm van dagbesteding. Nou, voor sommigen is een huiskamer genoeg, hoeft dan niet professionele hulp bij. Nou, en dan moeten we beter naar gaan kijken, wat is passend voor iedereen en kan het dan anders? Maar kunnen die gemeenten dat wel? Ik vind het wel aardig dat nou op gemeenteniveau over dit onderwerp gesproken wordt. Terwijl de overheid al jaren geprobeerd heeft om die zorg goedkoper te maken. Dat is er niet gelukt. Nee. En nou zegt de gemeente, ja, dat moet kunnen. Maar hebben die de deskundigheid? Kunnen die dit? De gemeente, het is nieuw voor de gemeente. Natuurlijk niet. Ze kunnen het niet. Nee, natuurlijk niet. Kijk, als ik hoor hoe er over de zorg gesproken wordt, ik heb lang genoeg in de zorg ook rondgelopen om te weten dat het zo simpel niet is. En ik geef best toe dat er altijd wel wat te vinden is wat effectiever en efficiënter georganiseerd kan worden. En ik ben het ook mee eens. Maar dat hebben we zelf in de hand gewerkt. Dat we vinden dat de kwaliteit verbetert wanneer we veel overleggen en hele vormen van administratie bedenken. Dat is niet zo, want je kunt beter zorgen dat al die activiteiten... Uw stelling is duidelijk. U zegt dit gaat ten koste van de ouderen. Dat kan niet anders. We zitten dicht bij elkaar, maar ik zou willen zeggen, we zitten dichter bij u dan ooit het geval is geweest. Want als je kijkt zeg maar, naar de zorg, alles ging inderdaad over grote schijven, provinciaal rijk, ook met de jeugdzorg. En we zitten zo dicht nu bij de klanten en bij de mensen zelf. Dus ik zou ook zeggen, gebruik die mogelijkheid om dichter bij elkaar zitten dan ooit. Daar is een gedeelte te halen, maar niet zoveel als nu. De overheid denkt dat hij daar... Maar dat vind ik toch jammer dat het alleen maar over cijfers gaat. Want ik zou ook willen zeggen, van kijk eens ook naar de organisatievormen waar we over praten. Dat als er problemen zijn, volgende week maandag zitten we in de complete KBO, zitten we in het Elke League. Dan praten we met elkaar over wat er kan gebeuren. En je hebt zoveel invloed om zelf zaken mee te kunnen organiseren. En ik zeg ook tegen de KBO, gebruik het eigen initiatief, ook van die wethouders die graag mee willen denken, om daar ook mooie nieuwe dingen in te ontwikkelen. Even en dat is dan echt wel anders. Even stil nou, jullie. We hebben een aantal praktische gevolgen gezien van de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente, met Sia en met Annie Thomassen. Veel mensen houden hun hart vast, hebben we ook gezien. Vooral omdat de gemeente het met maar 60% van het budget moeten doen uiteindelijk. Het is dus ook een ingrijpende bezuiniging. Laten we het daar toch eens even over hebben, Bernd Rox. En u zegt, het wordt toch beter. Hoe kan dat? In het kort. Ik zie hele grote kansen zeg maar, om de zorg weer te decentraliseren naar de dorpen of de wijken waar we over praten. Wij hebben onszelf als overheid, kunnen we onszelf straks een tussenheid gaan noemen, zoals een heel Varenbeek als noemen. Wij zijn straks degene die ook die taken weer weg kunnen leggen bij een dorpscoöperatie. Hoe noem je dat? Een tussenheid. Tussenheid. We kwamen van de grote landelijke overheid richting de mensen en wij zitten als gemeente daar tijdelijk tussen. En ik vind ook zeg maar, dat wij de taak hebben om zoveel mogelijk de wijkteams of ook de dorpscoöperaties mee te nemen. We hebben denk ik in het filmpje prachtige voorbeelden gezien hoe het gaat met het wegnemen van een drempel, hoe dat gaat. Als wij dat moeten doen of als een dorpscoöperatie zelf vertrouwen en het budget krijgt om daarmee om te gaan. Het is nu in fase 1.0, nou we gaan naar een volgende fase toe. We zeggen nou dat vertrouwen gaan we verder uitbouwen. En het zou in heel Varenbeek een hele mooie uitdaging zijn om te kijken of we dan die dorpscoöperatie ook niet zelf meer budget kunnen geven om daar in het dorp autonoom over te beslissen. Zonder dat wij onze bureaucratische molens eroverheen laten gaan. En dat is een hele grote toegevoegde waarde denk ik van deze operatie. Dan kun je het goedkoper doen, maar je kunt het ook dichterbij doen. En ik denk dat mensen ook gelukkiger worden en dat het ook zeker sneller gaat. Is dat iets wat jullie zijn politiek heel verschillend, hè? Want Leni is van GroenLinks en Bernd is van de VVD. Maar zijn jullie het eens? Is dit een goede operatie? Ja, kijk, waar ik het heel erg mee eens ben, is dat er heel veel burgerinitiatieven mogelijk zijn. Veel meer dan in het verleden. We hebben in Eindhoven ook oudere SO's, huiskamers, die worden gedraaid door vrijwilligers. Dus de filosofie van het hele project om te decentraliseren is goed? Ja, zeker. Omdat wij veel dichter bij de mensen zijn. Maar ik vind hem ook wel heel spannend. Want de vraag blijft toch, hoe ver kunnen we hiermee komen met elkaar? Want de zorg blijft nodig daar waar die nodig is. En in het verleden zijn we misschien soms wat te gemakkelijk geweest met het toekennen van zorg. Hè? Ook een mevrouw op mijn spreker had drempels weggehaald door de WMO. Eigen bijdrage was het niet mee eens. Toen zei ze van, ja, had ik dat geweten, had ik het mijn man laten doen. En toen zei ik, maar waarom heeft u het uw man dan niet? Ja, zei ze, werd me niet gevraagd. En dan is het wel fijn als het gemeente het voor je regelt. En zo kan ik heel veel voorbeelden noemen waarvan ik denk, het kan ook wel anders. Maar er is ergens een bodem. En de vraag is nou de komende tijd, ja, hoe gaan we dat proces op een zorgvuldige manier met elkaar doen,
zodat die bodem zeg maar wel verantwoord wordt. Het is spannend. Het is spannend, ja, maar ik geloof er wel in. Ik ga er wel voor. Ja. Jacques Linnemans hoorde hem net al even voorzitter van dorpscoöperatie Wij Wel. Jullie coöperatie wordt eigenlijk door de gemeente ingeschakeld om een aantal dingen op te vangen die met bezuinigen te maken heeft. Klopt. Staan jullie daarachter eigenlijk? Nou, ik vind het wel een hele spannende tijd. Wij zijn met die dorpscoöperatie begonnen omdat we zorg hadden. Maar nu we aan de gang zijn en we zien dat de dorpscoöperatie gedachte landt, denk ik dat we heel veel aan kunnen als we alle talenten op de goede plaats kunnen zetten en gezamenlijk samen de schouders rond kunnen zetten, dan kunnen we heel veel bereiken. Alleen het mag niet zo zijn dat alles wat de gemeente niet kan over naar de dorpscoöperatie gaat, want daar zit ook natuurlijk een grens aan. En de komende jaar willen we samen met de gemeente uitzoeken waar die grens ligt. En wij willen best meedenken en gaan proberen van wat kunnen wij, maar er zit ook wel met grenzen aan. Want jullie zijn in principe een vrijwilligersorganisatie. Ja, en dat gaat ook. Ja. Ik bedoel, dat gaat ook altijd op en neer, hè? Dat klopt. Alleen wij zien dat de gedachte van een dorpscoöperatie dat die aanlandt, hè, dat de mensen het ondersteunen. En daar willen we van profiteren. En we willen alle talenten die we op dat gebied hebben op de goede plaats zetten. En zo gaat hij zich vermenigvuldigen. En daarom is het landen van die dorpscoöperatie nou ook zo'n succes. En we gaan vol vertrouwen het komende jaar in. Alleen we zijn wel waakzaam. Precies, om je niet te laten misbruiken voor bezuinigingen. Juist, maar daar zijn we zelf bij. Daar zijn we zelf bij. Karin Walen zit naast jou. Die is behalve wijkverpleegster ook dorpsondersteuner. Wat doe jij, Karin? Als dorpsondersteuner, het stukje wat Jacques nu net zei, dat gaan wij in de praktijk brengen. Mensen die komen bij ons, signaleren dingen voor andere mensen en die doen een oproep bij ons. Wij gaan kijken van wat is het probleem, waar loopt u tegenaan? Kan iemand het met het eigen sociale netwerk oplossen, met hulpmiddelen? Hebben wij als dorpscoöperatie een vrijwilliger die mogelijk kan helpen? En als het niet kan, als het allemaal echt niet kan, dan gaan wij kijken welke professional moeten we inschakelen of hoe kunnen we doorverwijzen. En wie betaalt jou dan? De gemeente die heeft subsidie vrijgemaakt om in de kernen een dorpsondersteuner aan te stellen. Bernd Rops, en dat heeft dus met die hele filosofie te maken. Ja. We gaan decentraliseren binnen de gemeente nog eens een keer. En het belangrijke daarvan is wel, kijk, als wij nou zeg maar zouden zeggen van wij betalen Karin direct, dan zou het de gemeente zijn. En het is een heel groot verschil of als je als burger iemand van de gemeente krijgt, of je krijgt Karin. Karin is van het dorp, Karin is van Diessen. Dan heb je gelijk een hele andere basis om samen te werken. Dus geef die mensen ook het vertrouwen en de ruimte om dat zelf te regelen. En dan merk je dat je op psychologisch een hele andere basis hebt dan dat we via de gemeente zouden doen. Er zit alleen maar winst in. Nou, dat gunnen we ze graag. Coöperaties die waren er al voordat wij met deze hele operatie begonnen. Ik denk dat heel vaak een beetje de bakermat is van coöperaties. In Brabant zijn 40 coöperaties in heel Nederland, zorgcoöperaties in heel Nederland, 88. Worden ze misbruikt voor bezuinigingen? Wordt Jacques Linnemans toch een beetje misbruikt door Bernd Rocks, om het zo maar in Brabant is eerder al het besef ontstaan dat burgers zelf het initiatief moeten nemen om snel tot oplossingen te komen. En dat zie je met name in Heelvarenbeek en Diessen, maar ook Esbeek, zijn hele goede voorbeelden van hoe ze daar al een aantal jaren bezig zijn om een heel aantal voorzieningen zonder de hand op te houden bij de gemeente, maar wel in samenwerking met de gemeente, allerlei voorzieningen te realiseren. U bent denk ik de oudste hier aan tafel, daarom ook aan u het laatste woord. Hebt u nog een advies voor ouderen die zich zorgen maken? Ja, die moeten in ieder geval lid worden van KBO, maar vooral gebruik maken van de voorzieningen die er dus bij KBO zijn. We hebben niet alleen cliëntondersteuners die we opleiden, ouderadviseurs die er zijn, maar we willen ook in elke gemeente een ombudsman hebben. U ondersteunt mensen, en daar komt het op neer. Dus mensen dus gewoon helpen. Als het dus misgaat, dan kunnen ze zich tot ons wenden, tot juridische stappen toe. Ik dank u wel. Allemaal bedankt voor jullie komst. Tot zover Onder Ons van vandaag. Morgen het sportprogramma FC Onder Ons met als gasten NAC-trainer Erik Hellemons en voetbalanalist Aad de Mos. En wij zijn er maandag weer. Graag tot dan en alvast een fijn weekend. Ja.